Dames en heren, nieuwelingen en getrouwen, alleseters en specifiek geïnteresseerden, welkom bij de voordracht van Anita Hardon, die mij natuurlijk buitengewoon veel plezier doet. Ten eerste om haar persoon, zij is, mag ik wel bekennen, een naaste collega en een indirecte opvolgster als wetenschappelijk directeur van de Amsterdamse School voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek. En het onderwerp doet natuurlijk, interesseert me buitengemeen. Ik ben zelf auteur van een artikel dat heet Ontwerp voor een zegerijke epidemie. En dat vroeg zich af, wat voor epidemie zou je kunnen voorstellen die een zeker zegenrijke zorg en bemoeizucht van rijke landen voor arme landen zou veroorzaken. Maar mijn ontwerp is niet AIDS. Mijn ontwerp is ongeveer de vogelgriep. Veel verstandiger dingen krijgt u vanavond te horen van Anita Hardon, die zich in haar dagelijks leven, behalve met wetenschappelijk leidinggeven, ook bezighoudt met onderzoek, antropologisch onderzoek naar ziekte en gezondheidszorg in, wat is het lopende eufemisme voor andere landen? Nou ja, In het algemeen, maar in het zuiden of in ontwikkelingslanden of in arme landen, de voorkeur. Je hebt landen die kunnen medisch antropologen van de statuur van Anita Hardon betalen en je hebt landen waar mensen van de statuur van Anita Hardon onderzoek doen. Dat is ongeveer de tweedeling die ik bedoel. Vandaag gaan we een van de meest relevante resultaten van dat onderzoek vernemen, namelijk problemen die zich voordoen ten dele ten gevolge van een gunstige ontwikkeling, namelijk dat eindelijk de verstrekking van adequate therapieën op gang begint te komen, al het miljoen bereikt heeft. En nu al, dus dat is de grote orde, nog lang niet genoeg, maar toch de grote orde waarop het zich afspeelt. Maar daar doen zich weer onverwachte complicaties bij voor. En ik begreep dat het daar vooral over gaat. Aan jou, Anita. We beginnen met een kort filmpje die Josien de Klerk gemaakt heeft, staat naast mij. Zij is promovenda van de Amsterdamse school en zij doet onderzoek in Tanzania, in een arm plattelandsdorp in Tanzania, naar hoe het is om ouder te worden in tijden van AIDS. De epidemie is al 25 jaar aan de gang in dat dorp en er zijn dus ook al heel veel mensen gestorven aan AIDS. Het geeft een goed beeld van de plattelandsomstandigheden waarin die medicijnen terechtkomen. Het filmpje is gemaakt in juli 2005. En dat is ook ongeveer dezelfde tijd als dat de onderzoekingen, het veldwerk gedaan werd voor de onderzoekingen die ik zal presenteren. Dus 6 minuten een filmpje. Het gaat over een oudere man die 2 van zijn kinderen verloren heeft aan AIDS. Het gaat ook over de manier waarop mensen in dat dorp omgaan, dat is een van jouw hoofdstukken, met de pijn van zoveel mensen verliezen aan AIDS. Dus de dood en de pijn van de dood. Deze term, kregomisirisa, betekent tolereren. Je moet leren tolereren de dood. Thank you.
Moet ik moeilijk zeggen. Ja, ja, ja. Maar dit gaat wel, dat is niet zo. Dat is maar niet zo. Ja, dit is toch zo. Hier migomba. Toen ik toen ja, kon ik niet. Ilisha kwa hicho haya ambacho tunatoa ndizi kwa ajili ya kutusaidia na ina tazama hapa hizi ndizi kali hizi ndizi zito ndizi za kwetu unaona hata naweza kutazama kama kwa mfano ndizi hii kaburi tunaziweka katika mashamba kwamba kaburi zinawekwa tunakuwa tunawazika wetu watu katika mashamba kaburi ya nani hii kwa ya mtoto ni watoto wangu Of course, the meaning is that are you all right? But kuguma is to be hard. When you say kamangumu, emezani kumangumu, yes, that's the same root. That's a kuguma is to be healthy, to be hard. So kwegumisiza it means you make yourself hard. Kwegumisiza is tolerate. Okay. Yeah. It means it's something. For example, you are feeling pain. Mm-hmm. Yeah. Someone maybe is washing your maybe you have a laceration somewhere. Mm-hmm. Someone is dressing you, and it's so painful. So if you cry out, someone say you miss it. It means you stiffen yourself. You don't have to cry out. Of course, he knows the pain is there, right? But you have pardon yourself, tolerate it somehow. Although you feel the pain. You know, the things that people do to tolerate, or to... Sometimes when the grief is still fresh, most people don't like going to funerals, because what old lady says that, instead of grieving for the one who has died, you start grieving for your dead relatives. Because when, for example, your son just died maybe 2 weeks before, if you go there in the heat of the morning, say somebody died at 8 in the morning and go there at night. All these women are still wailing, crying so much and things like that. So when you get there, you feel the pain the person is going through. You are reminded of your own pain. So you start crying yourself, not for the one who has died, but because you have been reminded of your own grief. And some people can't take it. Mm-hmm. If you go 2 days after burial, there is a better atmosphere. After burial, they try to make you forget about these things. In funerals, if you pay the attention, for example, those old ladies, we know how you feel. It means just tolerate, just harden up yourself. There's nothing you can do about it. Goed, van
dit kleine inkijkje in een verschrikkelijke situatie waarin mensen al jarenlang op grote schaal doodgaan aan AIDS. In Tanzania is 1 op de 10 mensen HIV-positief. In dit gebied was het 1 op de 4 en is het nu 1 op de 4% hè, ongeveer, 5%. In de 3 landen waar wij onderzoek deden naar het gebruik van AIDS-medicijnen, dat is Tanzania, Botswana en Oeganda, zijn die prevalenties verschillend. In Botswana 4 op de 10 mensen hebben AIDS daar, zijn HIV-positief. Niet hebben AIDS, maar zijn HIV-positief. En in Oeganda is het zo'n 6% nu, meen ik. Dus HIV is heel aanwezig. Elk gezin heeft ermee te maken. En sinds 2000 ongeveer komen er medicijnen beschikbaar. En die medicijnen die voorkomen dat je doodgaat. Daardoor blijf je in leven. Je moet ze wel je hele leven gebruiken, maar je gaat niet meer dood. Dus dat is een waanzinnige omslag in de situatie, kan je vanuit gaan in dat soort dorpen als waar Josien onderzoek gedaan heeft. En waarom zijn die medicijnen beschikbaar gekomen? Omdat de prijzen van medicijnen drastisch verlaagd zijn. Ik presenteer vandaag niet waarom dat het geval is, maar er is heel veel strijd aan vooraf gegaan. En ook omdat die medicijnen gedefinieerd zijn nu, in het nieuwe millennium eigenlijk, als mensenrecht. Iedereen zou toegang moeten hebben tot die medicijnen. En een bijkomend idee is dat die medicijnen het stigma zouden verlagen. Maar dit was een citaat uit een interview wat ik had met een Deense, kan ik hier wel zeggen, donorvertegenwoordigster in Zimbabwe. En zij was toen erg tegen het beschikbaar maken van medicijnen in gebieden zoals we net zagen. Zij zei, imagine what will happen if we do make medicines available. We will keep them alive longer. They will have sex and continue to spread the disease. Wat ze niet weet is dat die medicijnen, of niet aan dacht, de virale load omlaag brengen. Dus dat je veel minder kans hebt op verspreiding van de ziekte. Maar dat was een idee, een dominant idee in Afrika. Toen wij onderzoek deden in verschillende landen naar beleid. De visie die beleidsmakers hadden wat betreft medicijnen. En een ander idee van iemand bij de Wereldbank, kan ik nu ook zeggen. If we support care initiatives in developing countries, we should do so only in countries which are committed and have shown political will to implement prevention. Dus wanneer een overheid niet preventie echt hoog op de agenda, ze hebben niet condooms zou verspreiden, zouden ze geen medicijnen mogen krijgen, volgens deze Wereldbankvertegenwoordiger. Het is waanzinnig hoe snel, zeg maar, dat denken is omgeslagen in het denken dat medicijnen een mensenrecht zijn. Hier zie je het in geld. Het geld wat beschikbaar is voor AIDS. Een hele hoop, heel veel van dit geld gaat naar medicijnen. AIDS-medicijnen zijn nu topprioriteit in AIDS-ontwikkelingssamenwerking. En er zijn ambitieuze doelen gesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie. 3 miljoen mensen behandelen per eind 2005. Bram noemde dat al, 1 miljoen is bereikt, dus niet de 3 miljoen. Maar het idee van zo'n doel stellen was, als je een doel stelt, dan wordt er in ieder geval hard gewerkt naar dat doel toe. En dan bereik je wel dat 1 miljoen. En een nieuw doel van de G8, universele toegang per 2010. Dat betekent dat iedereen in de hele wereld toegang tot AIDS-remmers zou moeten hebben. Dus antiretrovirale therapie. Niet zomaar AIDS-medicijnen, maar de AIDS-remmers die het leven kunnen verlengen. Nog ver te gaan. 1 op de 3 miljoen bereikt. Maar in Afrika, eind 2005, is de schatting dat 10% van de AIDS-patiënten die middelen nodig hebben. Niet iedere HIV-positieve heeft die middelen nodig. Ik zal niet in details treden. Maar degene die het nodig hebben, 10% heeft toegang. Wanneer mensen in die situaties aan de AIDS-medicijnen gaan, dan zijn het mensen die vaak al heel lang ziek zijn en er heel slecht aan toe zijn, zoals deze vrouw, niet meer uit bed komen. En er zijn veel verhalen, ook als je met mensen praat in het veld, over de waanzinnige verbetering in vrij korte tijd. Mensen worden snel beter en kunnen weer voor hun kinderen zorgen en kunnen weer activiteiten ondernemen in de wijk of aan het werk gaan. Dit was de studie. Wij hebben samen met de Wereldgezondheidsorganisatie een soort quick scan, een snel onderzoek gedaan in 3 landen.
in gezondheidsfaciliteiten waar die middelen beschikbaar komen. Dus in het kader van die doelstellingen van 3 miljoen per eind 2005. En de methodiek van die studie was wat we in ons toepassingsgerichte medisch-antropologisch onderzoek noemen rapid appraisal, waarbij we verschillende methoden combineren. En het idee is dan dat je door vanuit verschillende methodieken naar hetzelfde probleem te kijken toch validiteit kunt verhogen. We noemen dat triangulatie, van drie hoeken naar hetzelfde probleem kijken. We deden hier systematisch interviews met mensen die aidsmedicijnen gebruikten, maar ook diepte-interviews met staf en met een soort sleutelinformanten. En we deden focusgroepdiscussies en ook nog observaties in de sites. En de kernproblematiek waar wij naar wilden kijken was naar therapietrouw. Therapietrouw is een belangrijk. Wat staat hier, geloof ik? Therapietrouw is een kernpunt in het beschikbaar maken van aidsmedicijnen. Aidsmedicijnen zijn eigenlijk net als insuline als je diabetes hebt, of ik heb zelf astma-medicaties. Medicijnen die je chronisch moet gebruiken, die moet je blijven gebruiken. Je wordt niet beter. En normaliter, in studies in geïndustrialiseerde wereld, ben je blij als je een soort. Als mensen het juist gebruiken, dat betekent op de juiste momenten van de dag en elke dag. Vaak moet je dat elke dag gebruiken. Dus effectief gebruiken als je zo'n therapietrouw van 75% bereikt. Dus dat 75% van die middelen ook juist gebruikt worden. Bij aids moet dat veel hoger zijn. Bij aidsmedicijnen moeten 95% van de medicijnen op het juiste tijdstip genomen worden. Je mag ze niet missen, want dan krijg je resistenties. En dat is een hele hoge doelstelling. Als je resistenties krijgt, is dat een probleem voor het individu. Want die reageert dan. Heb je een kans dat hij niet meer goed op de medicijnen reageert, dus gewoon weer zieker wordt. Maar ook voor de hele populatie, want je krijgt resistente virussen, waardoor middelen ook in anderen niet werken. Dus die verspreiden zich, die virussen. Nou, die drie landen, ik zei het al, grote verschillen in de prevalentie van HIV. Dat is wel belangrijk om mee te nemen, want dat zijn natuurlijk ook grote verschillen in hoeveel mensen je moet bereiken. Maar ook grote verschillen op dit moment in het aantal faciliteiten wat aidsmedicijnen verschaft. En dit zijn allemaal cijfers van eind 2005. Dus in Oeganda, waar 25 miljoen mensen wonen, zijn ook al veel faciliteiten. Botswana, met maar 1,7 miljoen, heeft ook relatief veel faciliteiten. Tanzania heeft een wat minder goede verspreiding van die faciliteiten. In het kader van die doelstellingen, dus van die 3 miljoen per 3 miljoen mensen aan de aidsremmers per 2005, is elk land gestimuleerd, elke overheid door de Wereldgezondheidsorganisatie, om ook doelen te stellen. En die doelen die zijn grofweg de helft van het aantal mensen die medicijnen nodig zouden hebben. Dus je maakt een soort schatting van hoeveel mensen hebben medicijnen nodig. En de helft daarvan was het doel voor wat bereikt zou moeten zijn per eind 2005. Dus hier zien we die targets, de doelen. We zien ook het aantal mensen die behandeld zijn. En dan zie je dus dat er grote verschillen zijn in het aantal mensen, het percentage mensen wat behandeld is. Oeganda en Botswana doen het relatief goed. In Tanzania, het gebied waar Josien werkte, is het bereik van die medicijnen nog ontzettend beperkt. Dus de schattingen, allemaal schattingen, zijn dat 3% van de mensen die medicijnen nodig zouden hebben, ook echt toegang hebben. Nou, ons onderzoek was erop gericht om te kijken in hoeverre die faciliteiten die nu plotseling medicijnen beschikbaar krijgen om mensen te behandelen. Voorheen hadden ze geen middelen voorhanden. Ze konden alleen maar palliatieve zorg. Dus ze konden wel iets doen aan de opportunistische infecties, aan de TP of de huidinfecties met andere antibiotica. Ze konden pijnstillers geven of morfine geven als mensen bijna dood gingen, maar ze konden mensen niet in leven houden. Veel mensen gingen dood. Die faciliteiten die krijgen nu medicijnen. Dat geld wat ik noemde, die multimiljoenen voor aids, die gaat vooral naar medicijnen. Dus de faciliteiten die uitgekozen worden om medicijnen te verschaffen, die krijgen in het kader van die doelgerichte programma's, quota, aantal patiënten die ze moeten bereiken om die doelen, die nationale doelen te halen. En die ons onderzoek ging dan niet over hoeveel mensen bereikt waren, maar hoe het dan verder gaat met die mensen. In hoeverre zijn ze dan in staat om die medicijnen volgens de regels
te slikken. En hier zien we die percentages. En we gebruikten daar drie methoden voor om dat te meten. Drie methoden om te kijken of mensen de middelen op het juiste moment van de dag innemen. En ook het juiste aantal innemen. Het eerste was gewoon vragen. Wat deed je gisteren, wat deed je de dag daarvoor? En dan vooral gerelateerd aan etenstijden. Want sommige medicijnen moeten ook met eten ingenomen worden. En als we naar die cijfers kijken, dat is het eerste rijtje, dan zie je dat bijna iedereen antwoordt dat hij het goed deed. Uitstekend. We gebruikten ook een andere methode en dat is de One Month Visual Analog. Een soort... Daar werden twee verschillende manieren van meten gebruikt. In Botswana hadden ze gewoon een simpele lijn van 1 tot 10 centimeter. En ze zeiden, geef nou eens aan op die lijn, hoeveel van je medicijnen heb je nou echt op juiste tijdstip ingeslikt? En dan... konden ze dat zo aftekenen. En op grond daarvan kon je gewoon met een klein centimetertje berekenen wat het percentage is. In Tanzania hadden ze een nog wat creatievere manier bedacht. Een pot pillen, maar dan niet echt pillen, maar kralen. Zo van 2 keer per dag, dat is de meest voorkomende therapie. Dat je 2 keer per dag moet nemen, dus 60 pillen. Nou, dit zijn 60 kralen in de afgelopen maand. Hoeveel van die 60 kralen heb je nou echt genomen? En dan... gieten ze gewoon die kralen in een andere pot. En dat werd dan gebruikt, een soort indicatie, een self-report van mensen hoe ze die medicijnen hadden genomen. En de laatste methode wordt toegepast in de faciliteiten. En dat is dat je gewoon telt. Dat je mensen medicijnen meegeeft voor een maand en dan tel je aan het eind van de maand met hoeveel medicijnen ze terugkomen. Wij hebben gezien dat bij die eerste en die laatste er een vrij hoog zogenaamd desirability bias is. Dus mensen die met die 2 dagen, je gaat echt niet zeggen dat je het niet goed deed gisteren of eergisteren. Dat is vervelend om toe te geven. Maar zo in de afgelopen maand globaal met van die kraaltjes, dat is veel prettiger om, dat is ook een beetje een spelletje, dus dat is makkelijker om toe te geven dat je het niet helemaal goed deed. Bij die one month pill count kom je terug met je medicijnen. Maar je kan natuurlijk best wat medicijnen thuis laten liggen als je niet wil. En bovendien wil je graag meer medicijnen. Dus dat is ook niet echt een manier om te meten of mensen therapietrouw zijn. Vanuit ons perspectief als antropologen gaat het ook eigenlijk niet om precies meten hoeveel procent van mensen die medicijnen goed nemen. Dat is wat de Wereldgezondheidsorganisatie wilde weten. Wij zeggen, je moet globaal in discussie treden met mensen over de problemen die ze hebben met die medicijnen innemen. En als ze het niet op tijd innemen, waarom dat dan zo was. Je moet eigenlijk veel meer aandacht geven aan het waarom dan aan het hoe vaak. Veel van die methodieken zijn eigenlijk normatief. Die behandelen mensen als, je zult het wel niet volgens het voorschrift doen. En we gaan nu jou ondervragen om erachter te komen of je dat wel goed hebt gedaan. Vooral die pill counts in de faciliteiten. En er zijn heel veel manieren om te rapporteren dat je het wel goed doet. Hè? Dus die desirability bias is een groot probleem voor de kwantitatieve onderzoekers. Wij zeggen als antropologen, doet er eigenlijk helemaal niet zoveel toe. Je gaat gewoon in discussie over de mate waarin mensen die medicijnen hebben genomen, maar vooral vragen waarom. Als we nog even naar een andere manier naar die cijfers kijken, dan zien we dat, kijken we even naar die visual analog methode. Mijn inschatting is dat dat de beste inschatting is van in hoe mensen de medicijnen gebruiken, omdat het speels is en niet mensen op de vingers zitten tikken van doe je het wel goed, niet normatief. En dan zie je dat in Botswana 4 van de 10 individuen daar, 4 van de 10 gebruikers die wij interviewden, daar hadden ze er 500 geïnterviewd, heel veel, dat 4 van de 10 niet die norm van 95% haalden. Dus je zou kunnen zeggen bij 4 van de 10 gaan resistenties optreden. En in Tanzania haalde niemand eigenlijk haast die norm. In Oeganda hebben ze die methode niet gebruikt. Dit zijn wel hele belangrijke bevindingen vanuit een volksgezondheidsperspectief. Want als 4 van de 10 mensen in Botswana, wat een heel sterk programma is, wat al heel lang bestaat, die norm niet haalt, dan weet je dat daar resistenties aan toenemen zijn. En dan weet je dat je een nieuwe generatie middelen nodig gaat hebben. En die nieuwe generatie middelen, die zijn wel duur. Dus ik noemde net, die medicijnprijzen zijn verlaagd. Er is veel geld voor gekomen. Die eerste generatie middelen, de generieke preparaten, die worden gratis verschaft in al deze 3 landen. Maar die tweede generatie, dus als je resistent bent, die zijn duur.
Daar zou je voor moeten betalen. Zijn onbetaalbaar eigenlijk. Dus de vraag is in zo'n situatie hoe lang je eigenlijk de successen van dit programma kunt blijven oogsten. De redenen voor therapieontrouw, en daar wou ik wat langer bij stilstaan. Vanuit de literatuur, de literatuur over therapietrouw, is veel onderzoek gedaan wat psychologisch getint is, psychologische modellen gebruikt. En dan worden vaak verklaringen gezocht die individueel zijn. Mensen zijn niet gemotiveerd om die medicijnen te nemen, of ze vergeten omdat ze te veel aan hun hoofd hebben. Of ze zijn depressief. Dus individuele factoren zijn de oorzaak van therapieontrouw. Onze hypothese was dat in deze arme landen, in landen in het zuiden, in Afrika, die situatie zoals we net zagen in het filmpje van Josien, dat daar zoveel mensen zijn doodgegaan, dat als mensen die medicijnen kunnen krijgen, zijn ze zeer gemotiveerd om die medicijnen te slikken. Ze weten hoeveel mensen er dood zijn gegaan en ze willen echt leven. Dus ze willen er wat aan doen. Ze willen die hardship die omschreven werd, daar willen ze natuurlijk. Dat is zoveel pijn is er. Zeker willen mensen medicijnen leven. En dat uit onze meer kwalitatieve methodieken bleek dat dat ook vooral voor vrouwen gold. Vrouwen noemden heel vaak dat ze vanwege hun kinderen wilden blijven leven. Dus dat ze alles zouden willen doen om in leven te blijven. Om in leven te blijven, in ieder geval tot hun kinderen volwassen zijn. En ook dat die kinderen meewerken aan zeg maar, het goed gebruiken van die middelen. Omdat ze willen dat hun ouders blijven leven. Maar ondanks die zeg maar, snelle toename in toegankelijkheid van aidsmedicijnen, waar heel veel geld voor is gekomen in de publieke faciliteiten in de drie landen, blijken er toch hele grote problemen te zijn voor mensen die aidsmedicijnen zijn gaan slikken. Dus die 50% ongeveer van de mensen die ze nodig hebben in Botswana en Oeganda, die al wel aan de middelen zijn, die melden dat ze eigenlijk grote problemen hebben met het betalen van hun vervoerskosten gewoon naar die klinieken toe. En daar zit een soort paradox in. Je ziet dat die klinieken en de programma's, omdat die zich zo zorgen maken over die therapietrouw, ze zo bezorgd zijn over de resistenties te kunnen optreden, laten ze mensen elke maand terugkomen en gaan ze die pillen tellen om te kijken of ze het allemaal wel goed doen. Maar mensen hebben juist problemen met elke maand terugkomen. En het zou belangrijker zijn om ze te steunen in het gebruiken van die middelen, door die middelen dichter bij de mensen te blijven. Om ze zeg maar wat minder te controleren. Om ze, zoals bij family planning programma's gedaan is, daar werd op een gegeven moment, de pil moet je natuurlijk ook elke maand slikken, daar werd op een gegeven moment gekozen voor een community-based distribution. Dus dat je die medicijnen heel dicht bij mensen brengt. Dat is op dit moment nog absoluut niet het geval. Dus de gezondheidsprogramma's die willen die medicijnen controleren en dwingen mensen om elke maand terug te komen om ze te ondervragen of ze ze wel juist gebruiken. En paradoxaal genoeg is dat een reden om therapie, niet trouw te zijn aan die therapie, om het niet te kunnen blijven slikken. We hoorden echt schrijnende verhalen van mensen die in een gebied waar er überhaupt weinig transport is, de bus misten en te laat kwamen voor hun medicijnen, dus gewoon een dag oversloegen omdat er geen bus meer ging die dag. Of mensen die in de eilanden wonen, in Victoria Meer, en die dan bootjes moeten nemen, dat is echt heel duur. En die zeiden van ja, waarom kunnen die middelen niet bij ons op die eilanden verspreid worden? En ook zelfs mensen die eenmaal ingeschreven waren bij een bepaalde faciliteit, en die zijn vanaf dat moment zeg maar ingeschreven bij die faciliteit. Die heeft hun als geregistreerde gebruiker. En dan mogen ze niet eens verhuizen naar een andere faciliteit die dichterbij is. Een nieuwe. Omdat ze daar niet ingeschreven zijn. Dus er zijn het controlemechaniek van de gezondheidszorg zit die therapietrouw erg in de weg. Wachttijden. Mensen die moeten vaak 4 tot 6 uur was gemiddeld wachten op hun medicijnen. Ze hoeven alleen maar die nieuwe medicijnen te krijgen, maar ze moeten toch wachten, een rij wachtende. Je zou dat simpel kunnen oplossen met afspraken. Maar ook honger, en dat is een veel groter probleem. Als mensen beter worden, zoals die vrouw die we net zagen, die op bed lag. Als je zo ziek bent en je gaat medicijnen slikken en je wordt beter, dan wil je gewoon eten, krijg je honger. En het was
heel schrijnend dat in al die drie landen, in onze interviews met gebruikers, honger steeds weer terugkwam als thema. Honger. Dat zelfs mensen ophielden met medicijnen slikken omdat ze niet meer tegen de honger konden. Ze kregen honger van het beter worden. En ook, er zitten bij sommige van die medicijnen voorschriften van dat je moet eten terwijl je de medicijnen neemt. En als er gewoon niet genoeg eten is, dan kan je dus ook je medicijnen niet slikken. En stigma blijft een probleem. Dus ik noemde al aan het begin dat het idee bij het beschikbaar maken van die medicijnen was dat het destigmatiserend zou werken. Wat je ziet is dat mensen vinden het toch moeilijk om in publieke plekken die medicijnen te slikken. Terwijl dat wel moet als je ze regelmatig slikt. Dus op het werk of met vrienden. Dus dat ze vaak om dat soort sociale redenen eigenlijk die medicijnen omslaan, overslaan. En bijwerkingen. Dit is ook weer een groot knelpunt voor de programma's. Want de gratis medicijnen, medicijnen die nu generiek en toegankelijk zijn, is eigenlijk meestal maar één combinatiepil. En als je niet goed reageert op die pil, dan kan je dus niet aan die andere medicijnen, kan je niet die andere medicijnen gebruiken, want die zijn duurder, die zijn nog onder patent. Dus de keuze aan regimes is heel beperkt. Hier in Nederland, ik wil graag dat er een promovenda, die is nu bezig met haar plan, wordt aangesteld om het onderzoek in Nederland te doen. Zie je dat AIDS-patiënten worden helemaal begeleid. Je krijgt een soort individuele afstemming van het medicijn en hoe je erop reageert. En langzaam maar zeker kom je op een soort regime wat voor jou werkt. Maar je hebt ook een keuze aan heel veel verschillende antiretrovirale middelen inmiddels. En die keuze is er absoluut niet in deze drie landen. Het is ook zo dat mensen van tevoren niet verteld worden, vaak niet verteld worden, dat ze die bijwerking kunnen krijgen, omdat die gezondheids, verpleegkundigen en artsen zijn bang dat mensen dan ze niet goed zullen gebruiken. Dus ze worden eigenlijk een beetje dom gehouden en dan blijken ze die bijwerkingen wel te hebben. En dan willen ze ermee ophouden of weten ze niet hoe ze ermee omgaan. En natuurlijk krijgt niet iedereen bijwerking. Maar er is wel een vrij grote kans dat je iets aan bijwerkingen krijgt, want het zijn nou eenmaal hele agressieve middelen. Misschien concluderend, zodat we nog wat tijd voor discussie overhouden. Wat een zeker moraal van dit verhaal is, is dat er in die medicijnprogramma's erg veel nadruk is geweest op de medicijnen, op de hardware. En dat er eigenlijk te weinig aandacht is geweest voor de zorg eromheen. En die zorg moet je dan heel breed zien. Het gaat om medicijnen die in situaties van armoede terechtkomen. En dat betekent dat mensen naast die dingen, die medische hulpmiddelen, dus ook misschien in het begin transportvouchers nodig hebben of eten, gewoon eten. En als ze dan op een gegeven moment weer beter zijn, zoals die vrouw zagen dat het weer beter met haar gaan, kunnen mensen weer werken. Maar het gaat in die eerste fase van dat je zo ziek bent en naar beter worden toe, gaat het erom dat je de kans ook krijgt om beter te worden. Er zijn ook wat recente medische bevindingen dat die therapietrouw ook vooral in die eerste fase heel belangrijk is. Dus in die fase moet je eigenlijk die virale belasting omlaag krijgen. En daarna is nog niet helemaal duidelijk hoe dat het beste werkt met medicijnen gebruiken. Maar die eerste fase is in ieder geval cruciaal. Dus die programma's zouden veel meer gericht moeten zijn op in die eerste fase zorgen dat mensen ook goed met die medicijnen om kunnen gaan. Het probleem met die doelen, 3 miljoen in 2005 of iedereen in 2010, is dat er heel veel nadruk komt op eigenlijk in beginnen aan aanvang van behandeling, want dat wordt geteld. Dus hoe meer medicijnen we in monden kunnen krijgen, hoe beter, want dan hebben we goede statistieken als overheid en als Wereldgezondheidsorganisatie en als PEPFAR, de Amerikaanse financier van president Bush, van heel veel medicijnprogramma's. En die target en reporting, dat dreigt heel erg de manier waarop die programma's geïmplementeerd worden te beïnvloeden. En wat wij zeggen dat er meer aandacht moet komen voor de continuering van het medicijngebruik en niet alleen maar voor het beginnen aan de medicijn. Hartelijk bedankt. Dankjewel. Een vraagje, zomaar. 27 miljard is er nu beschikbaar. Hè? Heb je het even opgeteld? Ja, zeg maar zoiets 26. Ja?
Wat kostte jullie onderzoek? Oh, ja. Het veldwerk, dit was dus een snel onderzoek gefinancierd door de Wereldgezondheidsorganisatie, kost $12,000 per land. $36,000, ja. Dus ongeveer 1/1000ste van het programma. Terwijl je vertelt dat 40% van de mensen is, en dat is nog optimistisch geschat, zo onvoldoende therapietrouw dat ze achteruit zouden kunnen gaan en resistentie zou kunnen optreden, waarmee dat hele programma van 26 miljard instort. Ja. Nou bestaat ons vak 100 jaar vandaag zo'n beetje. Ik geloof dat het weer in die vijfde. Was er niet een antropoloog bij het ontwerpen van dit programma? Ja, dat is een goede vraag. Ik ben niet gevraagd, maar... Soms heb ik zin ergens ruimte te gaan ingooien. Ik zal ingooien. Het eens uitzoeken. Ja. Nee, ja. Het is... Nou, misschien, ja. Bram, wat wel belangrijk is, dat Saak is hier ook. Saak en ik hebben als antropologen, als medische antropologen, veel onderzoek gedaan naar medicijngebruik. En wij waren niet betrokken bij het ontwerp van dit programma, maar wij hebben wel besloten toen we zagen dat dit op zo'n grote schaal ging gebeuren in 2000, dat dit voor ons een prioriteit moest zijn. Ja. Dag Saak. Ook een collega die dit terrein, meer op dit terrein werkzaam is, die ik natuurlijk graag wil uitnodigen om de eerste vraag te stellen. Maar misschien wil hij dat nu nog niet doen. Nou, een ander probleem dat wij in ons eerder onderzoek veel tegengekomen zijn, is dat ontzaglijk veel medicijnen verdwijnen. Dus ze komen helemaal niet terecht bij degene van wie ze bedoeld zijn, omdat medicijnen hebben waarde en iets wat je goedkoop kunt krijgen en voor meer geld kunt verkopen, of iemand die meer macht heeft aan wie het moet afgeven. En dat soort problemen van dat medicijnen een andere weg gaan volgen dan ze eigenlijk bedoeld zijn. Is dat iets waar je iets over kunt zeggen of is daar iets over bekend? Ja, in die zeg maar korte studies, actieonderzoeken, hebben we niet ook nog een soort evaluatie van de logistiek van de medicijnen gedaan? En wat wel interessant zou zijn om te zien, wat gebeurt er in het hele traject vanaf dat ze het land binnenkomen naar dat ze gebruikt worden in faciliteiten. Maar we hebben wel in die interviews gehoord van mensen in Tanzania ook weer, die medicijnen verkochten om eten. Ja. Als je honger hebt, wil je eten. Wat kost een jaar therapie op de zwarte markt? Dus als je geen toegang tot het programma hebt? Dat zal erg variëren. Maar die generieke preparaten, die kosten op dit moment, dat weten ze van het Aidsfonds, misschien $300 of zo. Hè? Dat is de generieke prijs, 150, 300, zoiets. Dus die prijzen zijn ook heel... Voor een jaar? Ja. Het was 30.000 of zo. Ja, het was $12,000. Nee. En het is nu... Dus die eerste lijn behandeling waar je mee begint is $300, maar met die middelen, met het geld, wordt het dus bijna overal nu, worden die medicijnen gratis beschikbaar gesteld. Maar de kosten eromheen zijn dus toch nog een probleem. Ja. En heeft iedereen in die regio toegang, ik bedoel, heeft iedereen in je dorp toegang tot die gratis verstrekking? Zodat er geen mensen zijn die je zouden kunnen verleiden met $300 om je medicijnen te verkopen? Nou, dat is niet in dit onderzoek. Ik heb ook een ander onderzoek gedaan naar toegang tot medicijnen. En daar blijkt dat er allerlei criteria worden gehanteerd, in- en uitsluitingscriteria, van wie die medicijnen mag krijgen. Die verschillen erg per land. Maar heel veel landen hebben als criterium dat je dat is een interessant criterium, dat is een nieuw criterium in de gezondheidszorg, dat je een buddy moet hebben. Je moet iemand meenemen die jou steunt in het juist gebruik van die medicijnen, een treatment supporter. En als je dus je status, je HIV-status niet wilt vertellen, of je hebt gewoon niet zoveel vrienden, of je hebt niet meer zoveel familie, dan voldoe je niet aan dat criterium en heb je dus geen toegang. Dus er zou theoretisch inderdaad vraag kunnen zijn van mensen die uitgesloten worden van het programma om sociale redenen. Ook vaak mensen die aan de drugs zijn of sekswerkers, mensen die het aan hunzelf te danken hebben, dus moreel slecht zijn. Maar aan wie veel anderen het dan ook te danken krijgen. Ja. Maar die hebben vaak ook problemen met toegang tot de medicijnen.
Bedankt voor uw lezing, ik vond het heel informatief. Ik doe al vanaf 88 onderzoek naar AIDS. Maar dan niet AIDS op de richting van medicijn, maar AIDS als een complex maatschappelijk probleem. Ik ben er in de tijd in Utrecht ook op gepromoveerd. Wat is uw naam? De Tombe, Dorien de Tombe. Toen ik daarop promoveerde, was het heel nieuw en wilde eigenlijk niemand erover horen dat AIDS een complex maatschappelijk probleem was. Maar al snel kon je zien, zelfs als leek, dat echte medicijnen ter genezing was eigenlijk niet mogelijk, omdat het virus zich zo snel, zo slecht kopieert, of eigenlijk zo goed kopieert, ligt eraan hoe het spontje was. Toentertijd ging al het onderzoeksgeld naar medicijnen. En hoe ik ook met onze Coutinho en consorten telkens elk jaar weer op de AIDS-dag in gesprek kwam hierover. Dat ik zeg, medicijnen prima, maar de eerste 15 jaar hebben jullie geen echte oplossing. Ondertussen komen er wezen, ondertussen gaat de infectie door. Daar was geen gehoor aan. Dus het is niet alleen die 27 miljard. Mijn ervaring is dat er hier in Nederland totaal geen gehoor was hoe je het probleem dus wel moet aanpakken. Wat ik heb beschreven als complex maatschappelijk probleem. Vanaf voorlichting, betere werkzaamheden voor de vrouwen, zodat ze niet in de seksindustrie doen. Bij transport, wachten bij de grenzen, een video draaien in plaats van naar de werkers gaan, et cetera. Heb ik er ook internationaal gezien. Ik ben vele keren naar Zuid-Afrika geweest. Kunt u tot uw vraag komen of tot uw opmerking? En mijn opmerking is niet direct over dit stuk, maar wel over dat ik, mijn ervaring is, heel grofweg gesproken, de wereld don't care. Dit heb ik na ongeveer 20 jaar moeten concluderen. Ik was onder andere in voor Canada. Dat is hierbij houden. Dit lijkt me een heel belangrijk punt. Discussie in de zaal. The world doesn't care. Maar ik geloof. Ja? Wil je erop reageren? Oh, een vraag. Dan krijgt u een microfoon. Nou, maar je houdt dit even vast, want ook dat is een punt. Natuurlijk. The world. Zal ik daarop reageren? Sluit u bij dit punt aan? Dan is misschien best dat Anita eerst even voor de Tom beantwoordt. Nou, ik kan me voorstellen dat u dat zegt. Ik denk dat als medisch antropoloog, wanneer ik vergelijk hoe er op AIDS gereageerd wordt met andere armoedeziekten, malaria, dan denk ik dat er wel meer, zeg maar, care is voor AIDS dan met voor andere ziekten waar ook heel veel mensen aan doodgaan. Maar ik ben het wel met u eens dat er vaak gedacht wordt dat de oplossing medisch is. En wat we hier heel schrijnend zien is dat er een medisch niet oplossing is, maar in ieder geval iets wat helpt. Een medisch hulpmiddel, zeg maar, waardoor je langer in leven blijft. En dat er dan voor arme mensen natuurlijk nog steeds ontzettende grote problemen zijn in toegang eigenlijk tot die medicijnen. Niet alleen aan het beginnen met die medicijnen, maar ook doorgaan met die medicijnen. Wat ik nu zie gebeuren, en dat sluit ook een beetje aan bij wat u zegt, is dat er zoveel aandacht is nu voor behandeling, dat er te weinig aandacht is voor het hele continuum van de zorg. Dus ook inderdaad voor de fase waarin mensen nog niet aan de medicijnen gaan en wel HIV-positief zijn. Een van de grote donoren, PEPFAR, die heeft het meeste geld. 15 miljard. Die vindt zelfs dat condooms niet mogen worden gestimuleerd bij groepen die niet hun doelgroepen zijn. En hun doelgroepen zijn sekswerkers en zo die een groot risico hebben met anderen infecteren, maar gewone mannen en vrouwen, die moet je geen condooms geven. Die moeten maar gewoon trouw zijn aan hun partner en geen seks hebben buiten de deur. En dat is een groot probleem in de manier waarop het AIDS-epidemie wordt aangepakt. Want juist nu die medicijnen beschikbaar komen en je dus eigenlijk iets van hoop hebt, heb je ook een ingang om wat meer te doen aan de preventie weer opnieuw. Maar ik kan nog even vasthouden. Het brandt ons op de lippen. Maar daarachter is een vraag.
Sorry, hij sluit er wel een beetje op aan. Heeft u onderzocht in hoeverre de PEPFAR en andere financiering andere aspecten van de gezondheidszorg wegdrukt? Ja, daar hadden we vanochtend een discussie over, ja. Wij hebben in dit, zeg maar, hele concrete actieonderzoek naar therapietrouw niet breed gekeken naar wat die toegankelijkheid van die aidsmedicijnen en die extra financiering van die aidsmedicijnprogramma's doet met de basisgezondheidszorg in die landen. Maar wat we wel zien en wat we hoorden van die mensen die werken in die gezondheidsfaciliteiten is dat ze door die quota, door die doelen die ze moeten halen, overspoeld worden met steeds meer mensen die aan de medicijnen gaan. En als ze eenmaal beginnen, blijven ze ook terugkomen. Dus de aantallen mensen die ze moeten behandelen, neemt snel toe. En het is gewoon veel werk. En dat is veel werk voor verpleegkundigen. Meestal verpleegkundigen zijn het, vrouwen en de artsen die in die gezondheidsfaciliteiten werken. Dus het is vooral, denk ik, meer werk voor de mensen in die programma's. En daarmee waarschijnlijk minder tijd zou kunnen, hè, voor die andere programma's. Maar dat zou je nader moeten onderzoeken. Dus of het ook. En tegelijkertijd, als 4 op de 10 mensen HIV-positief zijn en je gaat mensen behandelen, dan krijg je natuurlijk ook weer minder diarree en minder pneumonia en minder van die zeg maar alledaagse infectieziekten. Dus hoe dat precies uitpakt, dat hebben wij niet onderzocht hier. Mag ik van u zo'n korte vraag waarom u bekend staat? Nee, u. In een weekblad of in een weekendbijlage kwam een keertje een onderzoek naar voren. Men ontdekte in Kenia dat er resistentie is bij publieke vrouwen. Ja. Hebt u dat ook meegemaakt in de landen die u aanhaalde? Nee, en wat zijn daar de mogelijkheden van? En, ja. Dat is interessant. Ja, nee, wij hebben geen, zeg maar, biologisch onderzoek of medisch onderzoek gedaan naar de mate van resistentie bij die gebruikers. We hebben ze alleen maar geïnterviewd en geen bloed afgenomen. Maar inderdaad, dat klopt. Dat er in India, in Kenia en Nairobi is er bij zijn er vrouwen die continu blootstaan aan HIV eigenlijk, doordat ze geen condooms gebruiken en sekswerk doen, die niet HIV-positief worden. En er is veel interesse in waarom zij dat niet worden. Ja, wat is er biologisch dat maakt dat zij niet HIV-positief worden, terwijl ze wel veel risico lopen. Maar gaat de farmaceutische industrie daarop of niet? Ik weet niet of ze dit onderzoeken. Dat weet ik echt niet. Dat vind ik een interessante vraag. Maar dat. Weten jullie dat daar? Het schijnt zo te zijn dat. Dat wil het virus de cel binnendringen, dat er een receptor aan de buitenkant van het eiwit zit. En dat die door een of andere genetische afwijking bij deze vrouw ontbreekt. Okay. Dus er is een genetische verklaring. Ja. En het is iets soortgelijks schijnt ook in Australië gevonden te zijn. Maar het is nog niet toepasbaar in een soort receptor. Nee, dan moet je mensen een genetisch defect bezorgen. Dat is ook niet zo heel erg handig. Nou ja. Maar een heel dilettantische vraag opent dat een ver verwijderd perspectief op gentherapie? Heel ver verwijderd. Gentherapie is überhaupt. Ja, ja. Gentherapie is altijd vrij speculatief. Ja. Een andere vraag in het gehoor. Nee, brandt erin. Ja. Ik wou nog eventjes aandacht vragen voor het feit dat een van de problemen van therapietrouw is natuurlijk het langdurig gebruik. Nou, de mensen die jullie hebben onderzocht zijn nog niet zo lang bezig. Ja, Botswana wel. Hoeveel jaar? In Botswana zijn ze al gemiddeld 1,5 jaar. Dus dat is even, daarom hadden we ook. Ja, we hebben het over levenslang gebruik. Dus in het. Over het termijn van een heel leven is dit nog maar het begin. En je mag verwachten dat mensen in het begin relatief trouw zijn. Maar als het een stuk beter gaat, dat die therapie trouw nog veel verder zal kelderen dan we nu beseffen. Ja, klopt. Een van onze promovendi, George Chandrabiego, die heeft voor zijn promotie, die gaat onderzoek doen naar de manier waarop
AIDS-patiënten in Burkina Faso en Mali ondersteund worden in therapie trouw, zeg maar. En hij heeft besloten om degene die het langst al aan de middelen zijn als groep te nemen, om die te onderzoeken. Dus dat is in Burkina Faso Mali mensen die al 2 jaar aan de medicijnen zijn, maar langer dan dat zijn er gewoon niet. En dus vanuit hun perspectief te praten over wat hun problemen zijn met doorgaan met die middelen. En ook hoe de diensten omgaan met hun steunen in die problemen aanpakken. Ja. En blijven die medicijnen dan ook gratis? Want dat gaat dan over jaren. De medicijnen, ja. Want op een gegeven moment, ja, ze hebben geen geld. Ja, nou ja, nu hebben hoe we nog opgelost. Nu hebben we nog een boel miljarden beschikbaar. Ja. En die duurzaamheidsvragen, hoe lang gaan deze geldkanalen door, zijn hele belangrijke vragen. En eigenlijk wordt daar relatief weinig over gesproken. En het is helemaal een probleem wanneer je bedenkt dat mensen duurdere middelen nodig zullen gaan hebben. Dus er is veel roep nu. Nou, omdat als ze resistent worden tegen deze middelen die generiek beschikbaar zijn, dan hebben ze medicijnen nodig, een combinatie met medicijnen die nog onder patent zijn. En die zijn en veel duurder. Komt veel voor die resistentie tegen deze combinatie van middelen? Ja, in Brazilië is nou, ik weet niet meer precies wat het percentage is, maar er was een hoog percentage. In Brazilië is het programma eigenlijk al het langs aan de gang. Daar hebben ze op een gegeven moment gekozen voor universele toegang tot AIDS-medicijnen via verzekeringssysteem, gewoon gratis. En daar bleek dat er echt al een vrij hoge mate van resistentie was opgetreden. En juist in die arme landen in Afrika is echt een groot knelpunt hoe dan wordt omgegaan met toegang tot die tweede generatie. Er is nu ook al wel weer heel veel actie gericht op het verlagen van die prijzen. Hè? En op die manier zijn die eerste generatie ook verlaagd. Dus als die AIDS-medicijnen gedefinieerd worden als een... Dat heeft weer te maken met internationale wetgeving, maar als een soort internationale, als een emergency, dus als een noodtoestand, dan kan je als land zeggen, die middelen moeten gewoon geproduceerd worden. Die hebben wij nodig vanwege een noodtoestand. Maar dan moet je wel de macht van de farmaceutische industrie aankunnen. Het was bijna een casus belli voor Brazilië, herinner ik. Ja. Ik wou vrijwilliger worden. Er is even een vraag die mij op te doen, want als je dat programma wat u zo beschrijft, van die medicijnverstrekking, daarachter moet een heel grote medische infrastructuur, honderden, duizenden mensen die daarin werken. Worden die ook betaald uit deze programma's of moeten de landen die zelf betalen? De programma's die hebben tot nu toe weinig geïnvesteerd in de, met name in de infrastructuur op lokaal niveau. Dus het is vooral, het geld gaat vooral naar de medicijnen. En mijn inziens zit daar een disbalans in. Want je hebt ook mensen nodig om die dingen goed voor te schrijven. En ook mensen nodig voor de sociale problemen die optreden. En mensen te helpen om die sociale problemen op te lossen. In Oeganda is er een goed model met counselors. En dat zijn geen medici, dat zijn gewoon sociaal werkers. En die steunen mensen in hun hele diversiteit aan problemen oplossen. Maar ja, dat kost ook geld. Ja. En je ziet dat de kleinere programma's aan het begin, die hadden dat wel op grote schaal. Die hebben er ook goede trainingprogramma's voor. Maar de overheid die heeft daar gewoon geen geld voor om voldoende counselors op te leiden. Om zeg maar mensen die aan de AIDS-medicijnen gaan te helpen en ook mensen die er nog niet aan gaan te steunen. Ik heb ook begrepen, u kunt dat bevestigen of niet, dat personeel dat wordt opgeleid in deze programma's vervolgens heel snel vertrekt naar rijkere landen omdat ze kennis hebben die daar nuttig kan zijn. Dat, misschien geldt dat voor de artsen die zeg maar in de initiële programma's, in de pilotprogramma's werkten. Maar de mensen die op lokaal niveau in die diensten werken, die verpleegkundigen, die hebben niet zoveel kans om in het buitenland te gaan werken. Maar die zijn al op zich wel blij dat ze in ieder geval medicijnen hebben om mensen te behandelen. Dus het is voor de beroepspraktijk natuurlijk wel heel belangrijk dat er dingen zijn waar ze wat mee kunnen. Nog even iets van de zaak van de geest worden. Een misschien wat valse opmerking maken, maar er is natuurlijk geen grotere zegen voor de farmaceutische industrie dan het resistent worden van haar medicijnen. Want dat zal enkel dus de markt voor duurdere medicijnen
Ja, ik heb ooit paranoia als ik ben gezegd van ja, er wordt inderdaad niet zo. De industrie maakt zich niet zo zorgen over die resistentie, want dat vergroot alleen de toekomstige markt. Waarop iemand waarmee ik in gesprek was zei, iemand bij de Wereldgezondheidsorganisatie, van ja, maar die markt is toch niet zo groot in Afrika, dus het interesseert ze eigenlijk gewoon niet. Het is meer zo dat het ze niet interesseert wat er in Afrika gebeurt. Ze willen niet die prijzen omlaag brengen in Afrika voor die tweede generatie, omdat die middelen onder patent zijn en ze willen geen precedent. Want de markt ligt niet in Afrika. Dat weet ik niet, of dat wel of niet zo is. Ik dacht van, het is me wel opgevallen. Als antropoloog is het ook interessant om op AIDS-conferenties onderzoek te doen. En ik ben daar uitgebreid rond gaan lopen bij al de farmaciestands, alle farmaceutische industriestands. En wat me opviel, was dat ze wel heel erg actief mensen uit Afrika aan het benaderen waren. En aan het uitleggen, kijk, ik heb dit, waar werkt u? En u werkt in de AIDS-programma. Nou, maar wat gebruikt u eigenlijk aan medicijnen? En dan gingen ze dat vertellen. Nou, wij hebben dit medicijn. Nou, dat heeft als voordeel. Dus de marketing. Dus ze investeren wel in marketing naar Afrika. Van de rijke mensen. Ja, en van de nieuwere patentmiddelen worden heel actief gemarket in Afrika en in arme landen. Ja. En nu de laatste vraag. Nou, ik wilde eigenlijk afsluitend zeggen dat ook hier weer, u ziet duidelijk en u geeft zelf in uw lezing heel veel indicaties dat het dus een complex probleem is, meer dan alleen de focus op medicijnen. En we moeten denk ik toch wel concluderen dat ook die medicijnen die trouwens het geld van de rijke landen krijgen en niet van de arme landen. Dus dan maakt het ook niet vooruit of de arme landen wel geld hebben of niet. Want ze krijgen het als het ware van ons Westen. Dat daar toch ook weer het kapitalisme domineert. Medicijnfabrieken maken niet mensen beter, maar maken winst. En ook dit moeten we altijd voor ogen houden, ook voor Afrika. Want ik zie een opschuivend probleem met deze medicijntoestanden. In die zin van nu goedkope medicijnen, straks die duurdere en dan weer enzovoort, enzovoort. Ondertussen gaat de hele economie van Afrika eigenlijk helemaal down. En dat wordt door veel te weinig mensen gezien. En veel te weinig maatregelen worden daartegen genomen. Ik denk dat we terug kunnen vallen op de oude leuze kerk, kroeg en kapitaal. Het is duidelijk wat het kapitaal misdoet. Het is duidelijk wat de kroeg en de achterkamer misdoet. We zijn nog niet eens begonnen aan wat de kerk in deze misdoet. Maar ik wil de laatste woorden laten aan Anita. Ja, maar ik denk dat in dit geval, wanneer we teruggaan naar de situatie van Josien's veldwerk, waarin zoveel mensen dood zijn gegaan en er komen medicijnen waardoor mensen in leven blijven en dus ook voor hun kinderen kunnen blijven zorgen, dan vind ik ook dat het een mensenrecht is dat mensen toegang tot die medicijnen moeten hebben. En ik ben het met u eens dat het veel complexer is dan dat, maar ik zie ook in het beschikbaar maken van. Wat ik zie is dat mensen ook zo gemotiveerd zijn om die medicijnen wel goed te gebruiken en om in leven te blijven. Dus dat is toch ook een beginpunt van het fatalisme en de pijn van die AIDS-epidemie in die hele hoge prevalentielanden waar wij onderzoek deden. Dus ik ben het eens met de complexiteit, maar ja. Voornamelijk naar de medicijnen gaan. Natuurlijk ben ik blij dat dit er is, maar het is breder. Amen. Ik wou u uitnodigen tot een drankje en een heel klein hapje, versnapering. Daarbij kunt u nog napraten over het gehoorde en zeker ook Anita bij de kraag vatten om haar nog iets te vragen, mocht u wat willen weten. Dank voor uw aanwezigheid. Volgende week is de ronde tafel van de rector. En dat gaat over de prikkelende vraag mensenrechten te westers. En we hebben hier een heel niet-westers mensenrecht gehoord. Ja. Op aidsremmende medicijnen. Tot de volgende week. Ja.